Jonge vogels eten eigenlijk alle insecten tot ze een keer een wesp eten. En dan denken ze, oeh. En dan mijden ze wespen. De reden dat we begonnen zijn met het initiatief Healthy Landscape is dat er een heel urgent probleem is. Namelijk het probleem van het verlies van biodiversiteit. En ja, om dat op te lossen hebben we heel veel nieuwe kennis nodig. En veel samenwerking tussen verschillende disciplines. We zijn hier in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. En we doen een dagje Healthy Landscape, een kick-off startbijeenkomst. We beginnen gewoon lekker met muizenvallencontrole. Die hebben we hier 's nachts uitgegraven en gaan we kijken wat erin zit. Klimaatverandering en ook bij biodiversiteit. Er zijn heel veel mensen vanuit verschillende partijen bij betrokken. Die hebben allemaal een andere probleemdefinitie. Sommigen vinden het zelfs niet eens een probleem. Maar toch zul je met al die mensen moeten samenwerken om tot een oplossing te komen. Gebrek aan actie heeft gewoon te maken met het feit dat het mensen, als ze al proberen samen te werken, terechtkomen in ordinaire machtsstrijden en dan gebeurt er nog niks. Dus we moeten ook kennis ontwikkelen over hoe krijgen wij mensen in een ware dialoog gezet. Er hangen vogels in, die gaan we eruit halen. De meeste vogels heb ik al een keer gevangen hier. Dat is ook de bedoeling, we willen ze namelijk terugvangen, want dan kunnen we rekenen aan de overleving. Om de 10 dagen komen we terug en zo kun je het hele broedseizoen volgen. Dus je ziet ze aankomen, je ziet de periode dat ze eieren hebben, dat ze jongen hebben. Sinds Hans en Ilk gepubliceerd hebben over 75% achteruitgang van insecten, dachten wij eigenlijk, we moeten elkaar opzoeken, want wij hebben een heel positief verhaal eigenlijk te vertellen in de Ooipolder. Want ja, daar lukt het eigenlijk wel om de biodiversiteit een plek te geven. Omdat wij juist de poot in de klei hebben en werken met allerlei boeren aan natuur- en landschapsprojecten. Dus 30 jaar lang zijn ze gegarandeerd van inkomen. Ja, dat lukt je met de melkprijs eigenlijk niet. Of met je gewas. Wij doen ook onderzoek naar healthy landscapes en met name hoe die gemaakt worden. We zijn heel blij dat we nu dit samen kunnen doen, want de problematiek is zo groot dat dat wel nodig is, ook, denk ik. Hop. Dit is een pimpelmees, die heeft al een ring. Puntje heeft je af. Ik vond het een buitengewoon inspirerende dag. Er zijn echt een paar dingen naar boven komen drijven. Bepaalde onderwerpen die behoorlijk ingewikkeld zijn. Waar we elkaar uitstekend kunnen gebruiken. Waar we misschien echt stappen vooruit kunnen maken. Het kantelpunt waar we nu op lijken te zitten. Waar je zou kunnen denken van, ja goed, het hele systeem stort in. Als een kans te gebruiken om uiteindelijk iets beters te krijgen. Wat goed is voor de natuur, maar ook voor iedereen die met het landschap te maken heeft. Thank you.